één keer. Een hele totale dag gegeten weer. Want Paul had me weer dingen zo uitgegeven op mijn kanaal. Al dankjewel Paul ervoor. En ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen. En toen ik al dit net nog keek, even iets boven dat ik al 2214. Dus ja, echt jongens, hartstikke dankjewel voor mijn de nieuwkomers, welkom op mijn kanaal. En ja, echt heel tof. Dankjewel Paul ervoor en ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen. En toen ik al dit net nog keek, even iets boven dat ik al 2214. Dus ja, echt jongens, hartstikke dankjewel voor mijn nieuwkomers, welkom op mijn kanaal. En ja, echt heel tof. Dat ik zo echt zo boven de 2K ben. Dat is mijn doel ook dit jaar, 2K halen. Dus mensen, ik ga er een toffe dag van. Dat zeg ik nu allemaal, tot straks ergens. Goed, ik ga lekker bakken en ik ga even koffie maken alpas. Ik weet nog niet dat hij weg komt. En ik was koffie op, in de tweede. En ja, voor de rest is het even wakker worden. Blij dat ik morgen ook, ik had zo vergeten dat ik morgen studiedag heb. En dacht van goh, ik moet morgen werken, maar nee, dus ik heb inderdaad studiedag en vandaag en morgen heb ik studiedag. Dus ik hoef morgen niet te komen. Daar had ik helemaal niet aan gedacht meer. En nou. En ja, dat dus. De rest zien we wel wat ik ga doen. En wat drinken pakken. Dan zien we zo meteen weer ergens. Goed mensen, ik heb toch maar een week vooruit getroffen. Dat ik het eentje wissel. En het kan zo goed gaan weer. Dag van ja, toch maar een week vooruit, dus nu heb ik het volgende week maandag heb ik een wissel, dus dat is van ja, waarom niet als het goed gaat, daarom niet 6 weken, dus dan dat houd ik vol, dat scheelt wel, dus ja. Lekker nog even nu, lekker verder niets meer doen vandaag. Geen plannen. Maar ik even, ik weet niet hoe wat met de kapper. Even kijken of ik gebellen überhaupt. Anders dan moet ik gewoon volgende week. Ik bedoel,
eigenlijk ook dan weer niet. Dus ja, dat is wel ergens. Goed mensen, ik ga een hapje eten en trek ik er ondertussen. Echt heel veel trek ik er ondertussen. En ik heb een broodje met heel hartig of zo. Ja. En vanaf even te luisteren weer lekker even. Tot gisteren. Dus ja. Ik wil dan bedankt echt voor die voor het abonneren aan nieuwkomers. Echt heel fijn, heel tof. Echt, ik weet niet hoe ik het moet zeggen nu. We gaan even overgooien. Zie me beter. Dus allemaal echt bedankt voor het abonneren en ja, echt heel fijn. Het heeft ermee te maken in mijn leven dat dit zo gebeurt iedere keer. En ja, kan je er vaak genoeg zeggen. Goed, ik ga zo'n hapje eten en dan zien we zo meteen na de eten weer. Goed mensen, hebben lekker gegeten, hebben lekker gesmaakt. En gegeten, lekker gesmaakt, broodje gegeten. We gaan even kijken naar YouTubers, denk ik eventjes. Ik vind het rustig aan doen vandaag. En dat is een beetje vandaag aan het doen. Ik wil gaan doen vandaag. Dus ja, dan zien we zo meteen weer ergens. Goed, zo. Excuus. Ik heb de kapper gebeld en dat is al een biertje, ik kan niet winnen, maar wel bij Almere. Ik heb dat gewoon gedaan. En ja, maar niet eens moeten we moeten roepen, ik heb erop besteld. Taxi kan ik erop besteld, het is Almere staat denk ik. De vorige keer bij Paul was ik ook bij Almere staat, die ik nu ook weer. Dus ja. Ik ga ze wel zo lang bij Almere. Dus ja. Nieuw nieuw doe wat, of ik het kan vinden. Bij bepaalde ook kan je de weg kwijt, maar kan ook die niet de weg kwijtraak. Dat was niet. Dus ja. Kijk of ik dan nou moet dan gaan monteren. Maar goed, dat zien we dan wel. Goed, ik was een mapje maken als vorige keer. Goed, dat zien we vanzelf ook wel wat. Dus dan, ja. Ik dacht van, ja, dit is een Amersfoort, dit is een Almere. Dus, daar was het wel gelijk voor. Maar ik dacht, is er een trap voor? Maar helaas, kan dat niet. Als je kan weten, dan kunnen vast in een rolstoel kunnen niet uit. Dus dan moet het best wel Almere. Ja, dan wordt het toch lekker Almere. Ik hoor lekker ritje ook nog. Dus ja, 15 uur terug. 2, 8, 6, 4 uur thuis. Maar, blijf monteren. Dus ja. Goed, ik heb een zakje gelegen al net, een tijdje bij jou. En ja, ik ben echt niet heel blij dat het over mijn abonnees en abonneer voor het komt. Maar goed, ik ja, ik ja. Het is jammer dat Van Lombi niet in Utrecht naartoe kan komen. Maar goed, het is niet anders. Hallo. Nee, het is een het is wel jammer, maar ik ga het lekker naar Amerika toe. Ja. Ik heb niks verliefd natuurlijk, hè. Ik heb niks verliefd nu. Dus ja. Ik heb niks verliefd bedoel ik. Sorry, ik wilde een keer, maar goed. Ik heb geen gedachte. Dus ja. Ik had wel verliefd kunnen gebruiken natuurlijk nu, hè. Als ik meer kilometers heb per jaar. Dus ja. Hoe gaat het? Nou, ik heb tenminste verliezen, dus natuurlijk bij de regio Utrecht of de regio waar je woont. En dan rij je erheen met een taxi van Utrecht is. En terug van een taxi van die stad is. Dus we gaan door.
Dan kan je altijd de taxi boeken en want ik boek altijd online, ik weet op de website van Chris.nl. Dat kan verder niet zien dat het privacy is. Dus dingetjes. Dus ja, daar gaat het dus. En dan komt de zee hierheen en die rijdt hier daarheen. Dan gaan we door. Goed, ik krijg een hapje eten en ja, ik heb een beetje tik gekregen. Dus ja. Voor deze ik naar Constantin Velvet gekeken van dit is veel lui. Ik ging echt kapot mensen, echt. Ik zou een link review even hier onder link in de beschrijving van die video. En ik ging echt stuk, echt stuk, serieus. Dus het is echt leuk, leuke uitzending dit keer van Sophie. En ja, echt heel tof weer. Goed mensen, lekker gegeten, het heeft lekker gesmaakt. En ja, het is goed te doen het eten. En ik ga even Enzo kijken, lekker even, want is in mijn camera. Nee, mijn telefoon opladen, sorry. En dat even doen. En dan zometeen weer, zie ik het om en straks weer. Dus dat zo allemaal. Goed, mensen gaan koffie maken. Even lekker. En boven de kotting gaan we lekker boven. Ja. Net een avondje zo. Ik net mocht afvertellen dat ik een nieuwe update heb gekregen, gevraagd heb. Dat ik het zo goed vond gaan. Dan mensen, ik heb een koffie op. En dat is wel gezellig boven. Dus ik wil het ook weer zo even beneden. Want ja, dat is. Voor de rest ga ik vanavond niet veel doen. Even rustig chillen. Ik vind niks verder luisteren. Even lekker. Al die dingetjes even doen. En deze vlog even afmonteren, weet je niet aan het kijken ben. Doe één en ik vanmiddag al gemaakt, als jullie waarschijnlijk misschien wel weten. En ja, bezig even de vlog afsluiten, vond ik wel leuk. Doe dan een duimpje omhoog, begin net hieronder te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik je morgen om 4 uur met een hele nieuwe vlog. Zo is het normaal, tot morgen.